Hier zijn ze weer, de drie wijzen, met Chris van den Durpel, met dokter Leconte en met Walter Grootaars. En met uw gastheer, Koert van Egen. Goedenavond. Dames en heren, we zijn hier in een bomvol cultureel centrum Scharpoort in Knokke voor de drie wijzen. En daar zitten ze ook, al onze drie wijzen. Kijkers thuis, welkom. Wij spelen weer met twee kandidaten. De eerste die ik aan u mag voorstellen is Karen Ollevier. Dag Karen. Karen, jij hebt fans bij, hoor ik. Ja, ja, dat zal wel goed werken, Karen. Jij bent een studente uit Torhout. Je houdt van skiën, atletiek en van lezen. Dat klopt, ja. Lezen, dat hebben we graag. We hebben graag mensen die lezen hier. We hebben ofwel een 1 miljoen frank, ofwel lezen. Geef maar dan een miljoen, ja. Ik heb al genoeg gelezen. Heb je al genoeg gelezen? Ja. Je hebt nooit genoeg gelezen. Karen, we spelen vandaag tegen Bert Schelfout. Bert Schelfout, een bediende uit Blankenbergen, heeft twee kinderen, houdt van lopen, van zwemmen, van minivoetbal, ook van lezen. Inderdaad, dat is een meevaller. En naar de film kijken. Wat lees je zo allemaal? Ik lees graag Engelse boeken. Engelse boeken. Ik heb een drie Vlaamse. Nee? Ook goed. Ook goed. Ja, zo. Dus ze vinden het allemaal goed. Je ziet, we zijn weer gestart, dames en heren, met een nieuwe serie van de Drie Wijzen. Ik hoop dat u weer dit jaar bijzonder veel plezier met onze strabatsers en met onze rare type daar aan de overkant zult beleven. En ons eerste vraagje is net zoals bij de vorige serie, ook weer dit jaar starten we met Hot Dog. En er werd naar boven gekeken, maar wat was er daarboven nou zo speciaal te zien, dokter? Wel, beste Koes, het gaat hier dus om een experiment. Met name het volgende. Die man kijkt naar boven, meer bepaald omdat er boven zijn hoofd een vliegtuig circuleert met een andere agent in. En wat doet die agent wel? Die gaat van in de lucht, of vanuit de lucht, moet ik zeggen, dat was tussen haakjes, kijken naar waar... Hoe snel die man rijdt. En hoe doet hij dat? Wel, heel eenvoudig, met een chronometer. Dus hij chronometreert hoe vlug de auto, want op het wegdek staan er strepen, markeringen, hoe snel de auto van de ene streep naar de andere streep rijdt. En dan drukt hij op de chronometer. En dan heeft hij een tabel en hij vergelijkt. En dan, zo weet hij dus hoeveel hij die automobilist gereden heeft. En dan geeft hij dat door aan het zwaantje op de motorfiets. Dan het water op de motorfiets, rijdt dan achter de man om te zeggen, mijn collega heeft boven gezien dat je dus van het ene streepje naar het andere streepje te vlug gereden hebt. Enzovoort enzovoort. Dank u wel, dokter. Wat is het volgens jou, dokter? Ik denk dat mijn collega Leconte de eerste levenswijsheid van Leconte verleerd heeft, vergeten heeft. Namelijk, wie te veel wil bewijzen, bewijst niets. Het uitleg is veel te ingewikkeld, tenminste voor mij. Het is veel eenvoudiger dan dat. Ah ja. Is dat geen zin? Deze chauffeur was de eigenaar, de trotse eigenaar, van verschillende dieren in zijn huis, like rendpaarden, dat weet ik allemaal, maar ook van een papegaai. En die mocht vrij rondvliegen in zijn huis, als de deuren en vensters toe waren, maar dat gebeurde dat er af en toe een venster bleef openstaan. En als die chauffeur wegreed, had die papegaai de gewoonte om erachter te... Vliegen. Of te vliegen. Vliegen, nee, laat hem vliegen. Vliegen, als het toch onvliegen. En op een keer dacht de vrouw van de man in kwestie, er gaan ongelukken wat komen, die papegaai zal de aandacht afleiden van de andere autoweggebruikers. En ze bellen de politie op en ze zei, ga alsjeblieft mijn man tegenhouden en sla die papegaai in de boeien, want er gaan ongelukken wat komen. Nu, wat doet de politie? Die klimmen in hun wagens, ze rijden op hun snelle motos naartoe. En enter een helikopter. Het was geen vliegtuig, het was een helikopter.
die er boel zoeg. En ze doen de man stoppen. Ze keken naar boven, naar de En hoe dit afloopt, kom en zie next week. En het antwoord is dus heel simpel. Een papegaai. Een papegaai. Dankjewel, dokter. Patiënt, wat is het volgens jou? Ik moet zeggen, ik heb een probleem, dokter. Ah, leg het op tafel. Ik... We zullen ons mes te boven halen. Maar als ik naar u moet kijken, moet ik mijn donkere bril opzetten, hoor. Anders kan ik het niet bekijken. Ja, nu wel, ja, dat is duidelijk. Het probleem is dat ik zelf, als ik niet gedronken heb, alles dubbel begint te zien, heb ik de indruk. Ah. Maar wat gebeurt er hier? Die man die kijkt naar boven, omdat hij wil uitstappen vanwege het aanhouden van de agent. Maar de agent zegt, nee, blijf maar zitten, want... Op dit moment worden er kalkoenen gedropt. Wat is dat nu? Op die dag mocht je ten eerste op die plaats waar die man met de wagen reed niet rijden. Want er werden kalkoenen gedropt vanuit helikopters om een bepaalde insectenplaag, die zich vooral op de berm van de wegen bevond, om die insecten op te eten. Nu vraag ik me niet welk insect, maar kalkoenen schenen dat heel lekker te vinden. Dus vlogen er helikopters heel laag over en die gooiden kalkoenen naar buiten. En die kalkoenen die aten dan die insecten op. Interessant. Ja, het is een snelheidscontrole vanuit de lucht, zegt de dokter. Inderdaad. De andere dokter zegt, het is een papegaai. Ah, ja. Nee, het zijn overvliegende kalkoenen, zegt de patiënt in kwestie. Ah, en wat zeggen Bert en Karen? Het is, volgens Bert, is het de overvliegende kalkoenen. Ja, ben er zeker van. Je bent er zeker van. Je bent er zeker van. En jij denkt gewoon de snelheidscontrole vanuit de lucht. Ik ben er ook zeker van. Je bent er ook zeker van. We gaan even kijken wat het is. Duizend komen erbij, goed gestart. Maar er is helemaal niks aan de hand, want hier komt de tweede vraag en dat is ons spreekwoord. Het begint al dus, de derde man, puntje, 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 dokter Herman. De derde man brengt... wat zou ik kunnen... Hij brengt de stilte aan, bijvoorbeeld, even een voorbeeld. Brengt de stilte aan. Wat wil dat nu zeggen? Wel, als je dus met wie zijt en je bent bezig... Met van even wat, zo, aan het onderonsjes doen of doktertjes spelen. Doktertjes spelen en zo. En er komt een. Handjes vasthouden. Handjes vasthouden. En er komt een derde bij. Daar wordt het niet altijd gezelliger. Dus wij zaten hier daarnet, voor het programma begon, zaten we in ons café. Want is erbij gekomen, het is hier een stuk ongezelliger geworden. Ah ja. Dus de derde man brengt niet altijd de gezelligheid mee, wil dat zeggen. Dokter Lecomte. Graag. Ik ga u eerst en vooral een primeur vertellen, die ik nog aan niemand verteld heb. U bent 1000 jaar. Bijna. Bijna lichtjes erover. Ja, dat maar valt te merken. In mijn jonge jaren was ik in Congo op de missiepost van Quimba bij de paardenschutisten. In 1602. En de broederschutist heette met zijn broedernaam broeder Eustachius. Hij hoorde niet goed. Echte naam voor iedereen. Broeder Eustachius, hij hoort niet goed. Allee. Ja, Walter. Humor, dokter, ga verder, ga verder. Met zijn echte naam voor iedereen in het klooster ging, was dat Camille Spiesens. En dat was zijn echte naam? Ja. Hij hoorde niet alleen goed, hij kon ook niet goed spreken. En toen... Ja, maar van een broeder was dat niet nodig. Hij moest alleen maar een hospitaal bouwen voor mij, wat hij gedaan heeft. Hospitaal. En toen ik dan op het einde, in het jaar 57, doodziek, naar huis gegaan ben, naar Europa... Heeft hij gedacht, ik heb hier ook genoeg mijn pens afgedraaid, ik ga ook naar Europa. Hij smeet zijn kap over de Haag. Oei. Hij was al lang van zin van te trouwen. Dat was een van de redenen waarom hij naar Europa ging. Ja, en je moet dan ook eerst de kap over de Haag gooien natuurlijk. Ja. Ik had dat, natuurlijk. Alhoewel, tegenwoordig, je moet met 7 kappen aantrouwen. Maar ik had het al gemerkt van in Congo. Ik had hem al dikwijls in de broes zien verdwijnen met een jong meisje aan zijn hand, om maar uit te leggen wat de bloemetjes en de bijtjes in het bos in de broes deden. En in Europa gekomen, trof hij een jong vrouwtje aan van het einde van de 20, maar die al 2 keer weduwe geworden was. Haar eerste man was verongelukt door 255 kilometer per uur te rijden met zijn Porsche. Had hij dat niet gedaan, hij had nog geleefd en hier gezeten.
En haar tweede man had zich opgehangen. Waarom, weet ik nog altijd niet. Dat was niet eens een Porsche. Ja, het waren inderdaad twee vrienden van elkaar, dat is waar. En, Spices... Spices? Zei tegen de jonge vrouw, ik zou met u willen trouwen. En de jonge vrouw vroeg een uur bedenktijd. 60 minuten. En na 60 minuten zei ze, het is goed Camille, ik wil met u trouwen, maar het is de laatste keer dat ik nog heb trouwd. Ik ben nu al 2 keer getrouwd geweest en als het een 3e keer ook mislukt, dan maak ik er ook een einde aan. Het is een hobby. Dus. Maar voor haar was geen hobby, ze ging me ophouden na een 3e keer. Ze zei, de 3e man, dat was uw vraag, en mijn antwoord is de laatste die kan. Hoe zeg je? Is de laatste die kan. De 3e man is de laatste die kan. Walter, trouwen. Jij mag iets anders trouwen. Zeggen. Jij mag iets anders zeggen, Walter. De 3e man krijgt de koekenpan. Dat is eigenlijk het spreekwoord. En dat wil gewoon zeggen dat de 3e man eigenlijk, hoe moet je dat zeggen, de sigaar is van de perikel die de vrouw heeft meegemaakt met haar 2 vorige echtgenoten. Aha. Dus al het negatief wat ze daarmee heeft ervaren, komt op de kap van de 3e man neer. Ik ga heel snel praten, maar ik moet het kort maken, omdat er bepaalde mensen het hier nogal tamelijk lang rekken. De presentator. De 3e man brengt de stilte aan, zegt de dokter. De andere dokter zegt, de echte dan, is de laatste die kan. Alhoewel, die eerste is ook echt. En de 3e man krijgt de koekenpan. Wat doen we ermee? Bert en Karen. Zucht, kreun, steun, Bert. En jij denkt, krijgt de koekenpan. De 3e man krijgt de koekenpan en jij denkt de 3e man krijgt de koekenpan. Ja. En wat is het, de 3e man? Brengt de stilte aan. Voilà, alstublieft. Nou, ja. Oh, wat jammer, er wordt niet gescoord. Oh. Maar goed, we gaan nu naar de prehistorie voor het programma Dikke Vrienden. Dier van de week. Vandaag is dat Tyrannosaurus Rex. Dit brutaal ogende diertje is in wezen een vrij aanhankelijk dier dat met zijn correcte voeding en training zijn baasje heel wat plezier kan verschaffen. Het is een trouw dier, een gehoorzaam dier en een goede waker. Voor mensen die echter niet over de nodige ruimte beschikken, ja, zo'n Tyrannosaurus Rex moet immers vrij kunnen rondlopen en ravotten en toch een dinosaurus in huis willen halen, hebben we dit exemplaar hier. U kunt zo'n diertje winnen en een superpakket van Superdino, waarmee dat u 3 maanden gratis uw dier kunt voederen, als u het goede antwoord kunt geven op de volgende vraag. Waarom is dat diertje zo klein? Dat was Dikke Vrienden voor vandaag. En wij hebben ook een vraagje van hem gekregen. Waarom was dat, dat diertje zo klein, dokter? Dat was zo klein omdat er voedselschaarste was. Dus als dat beestje weinig eten had, dan bleef het klein. Was er een overvloed aan voedsel, dan werd het een grote. Dus een ondervoede tyrannosaurus. Een ondervoede ja. Dokter. Er was geen ondervoed dier, dat was alleen een kindje, een jongsken van een grote Tyrannosaurus Rex. Het kwam uit het ei, de grootte van een voetbal ongeveer, en het groeide niet al te vlug, zodanig dat het in het lange gras nogal gemakkelijk verloren liep. En omdat we toch eens iemand anders ook willen horen praten, Walter. Dit is een dinosaurus inderdaad, maar het is een Compsognathus noemt men dat. Dus dat is gewoon zo'n klein beestje, dat weegt maar 3,5 kilo, iets meer, tot de 4 kilo, nooit meer gewogen dan dat. En dat is een jachtdier, dat is een jager. En die vond men in Zuid-Duitsland. Daar zijn die ontdekt. Hmm. Dus dat is de Compsognathus. Dus hebben we hier niet gewoest. Wist jij dat? Het is dus ofwel een ondervoede tyrannosaurus, ofwel is het het jongske van een tyrannosaurus rex, ofwel is het een kleine dinosaurus soort volgens Walter. Bert en Karen gokken, denk ik. Je moet gaan scoren en jij denkt de kleine dinosaurus, de dinosaurus soort, ja. Ik denk dat Walter het bij het rechte eind. Ja, is ook maar een klein dinosauruske. Hè? En jij denkt dat niet, jij denkt een ondervoede tyrannosaurus. Ja. Ja. Ik ben heel erg benieuwd wat het zou kunnen zijn. Wie heeft het goede antwoord gegeven?
Alsjeblieft, Bert, je scoort. En je staat meteen aan de leiding. Ja. Wat is een lamijne? Wat is een lamijne? Het is een prop, een ontsmettingsprop, die op een zeer strenge manier moest ontsmet worden. Ja. Dokter, wat is het volgens jou? Wel, een vrouw die zaagt, die zeurt, wordt een lamijne genoemd. En ik kan daar nog aan toevoegen dat mijn schoonvader, die 93 jaar geworden is en een specialist was in zaken het oude Vlaams, dat die dat een ladijne noemde. Maar het kwam op hetzelfde neer. Een lamijne of een ladijne. Ik kon de M niet uitspreken. Is een zaak van een vrouw. Ja. Lamijne is uw schoonmoeder, ladijne is die van een ander. Walter. De lamijne is een term uit de muziek. Zoals je de si bemol, fa kruis hebt, heb je de ladijne. En dat toont alleen maar aan dat een bepaalde noot iets langer moet aangehouden geworden en een beetje zweverig gezongen worden. Beetje vals, een beetje nieuwe stijl. Ja, eigenlijk bijna, zo mijn stijl meer zo, ja. Een lamijne is een ontsmettingsprop, zegt de eerste dokter. De tweede dokter zegt een zeurderige vrouw. En het is een muziekterm volgens Walter. Met andere woorden, iedereen zit op zijn terrein. Bert, Karen, wat doen we eraan? Jij denkt een zeurderige vrouw, Bert? Ik hoop het. Je hoopt het. En jij hoopt dat ook, Karen. Ja. En wij hopen het met jou. Wat is een lamijne? Een zeurderige vrouw. Als dat niet mooi is. Allebei scoren ze. Jawel. Voor onze muziekvraag gaan wij weer terug naar een of andere Vlaamse parochiezaal. En daar treffen wij de grote kleinkunstenaar Zefke Verbesselt. Test. Ament. Test. Ja. Goedenavond, Jan Publiek. Ja, ik noem u al bij uw voornaam. Omdat u allemaal zo sprekend op mijn broer Jan gelijkt. Mijn volgende nummertje is een botanisch nummer. Ik heb het dan ook zelf gecomposteerd. Klimrozen bloeiden, de lentezon lachte in die maand mei. Was jij bij mij? Je zei tot afscheid, je kan me verwachten, want volgend jaar. Ja, dit lied gaat ook verder. Dokter. Spijtig genoeg wel, ja. Ja. Dat is een nummertje van La Estrella. En het nummertje gaat jammer genoeg verder als volgt. Je kan mij verwachten, want volgend jaar kom ik niet. Oh, is er geen gevaar? Excuseer, eventjes mijn kluts kwijt. Is er geen gevaar? Dokter. Het is een oorlogslied. Ja, ja. Zegt u het maar. Het is aan u. Is aan mij? Ja. Eindelijk. Ah ja. We hebben in juli laatstleden 3 verjaardagen gevierd. Amai. We waren 40 jaar getrouwd. Op dezelfde dag, 17 juli, is ons adriaantje 12 jaar geworden. En ik was 40 jaar dokter. En de dag ervoor was ik 40 jaar dokter. Ah, jij? Ja. Dus moesten we nu in het jaar 53 zijn, dan zou kunnen dat lied beëindigd hebben met de volgende zin. Want volgend jaar want zijn volgend we jaar, een paar. En dat is het dan ook. Zijn we een paard? Walter. Want volgend jaar zijn we een paard? Ja. Het gaat gewoon verder, want volgend jaar is bijna daar. Verdomd zeg, als dat niet mooi is. Dit is pas kleinkunst. Dokter Leconte zegt, is er geen gevaar? Dokter Leconte zegt, zijn we een paard? Dokter Grootaard zegt, is bijna daar. Wat doen we daarmee? Bert en Karen. En hier zitten we dan bij de laatste, is bijna daar. Volgend jaar is bijna daar. Inderdaad. Inderdaad. En jij denkt dat ook, Karen? Ik denk dat ook. Dat schiet hier nogal op. En wat is het goede antwoord? We vragen het aan Zefke Verbesselt. Je zei tot afscheid, je kan me verwachten, want volgend jaar zijn wij een paar. La 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 la.
gescoord, helaas. Maar we hebben nu even iemand aan de lijn en dat is Ben Krabbe. Ben, je hebt de zware zondag terug. Ik hoop dat je plezier hebt gehad daar. Ben? Dat viel nogal mee. Ik vond het eigenlijk heel plezierig. We hebben veel moeten doen, veel moeten werken, maar ook veel plezier gehad. Je hebt ons een aantal maanden terug al een verhaaltje verteld, maar je hebt er nog één voor ons. Ik heb er nog één. Het is namelijk het volgende. Toen ik jong was, althans nog veel jonger dan ik nu ben, rond mijn 10e tot mijn 14e levensjaar, haatte ik mijn voornaam. Mijn naam Ben. Ik vond het een verschrikkelijke naam. Er waren heel weinig andere jongens die ook zo heten. En ik wou die eigenlijk veranderd zien. En ik ging daar zelfs heel ver in. Ik wou absoluut aangesproken worden met een andere voornaam. En ik maakte zelfs mijn nieuwjaarsbrieven en pseudo-officiële dingen die ik moest ondertekenen, maakte ik zelfs niet meer met Ben Krabbe, maar met een andere voornaam. Nu is mijn vraag, welke voornaam gebruikte ik toen? Welke voornaam gebruikte Ben Krabbe toen? Dat is de vraag. Goed, we vragen het aan dokter Leconte. Hij noemde zichzelf Jeroen. Appel? Jeroen Krabbe. Omdat hij wist dat hij nooit dat niveau zou bereiken. Maar goed. Dat is zijn probleem. Maar dit tussen haakjes. Dat was tussen haakjes. Ja, dokter Leconte. Hij had de bedoeling van zichzelf te noemen Petrus. Maar bij nader beschouwen en op goede raad van zijn vrienden noemde hij zichzelf Petra. Het vrouwelijke van Petrus. Altijd een twijfelgeval geweest, die Krabbe. Walter, jij kent hem zeer goed. Ja, ik ga erover zwijgen, want ik ken hem veel te goed natuurlijk. Ik moet er nog mee spelen een paar jaar. Ah, maar ik weet wel hoe hij zich vroeger liet noemen. Hij heeft het af en toe nog als hij gedronken heeft. Dan moeten we hem ook zo aanspreken in de groep. Karel. Karel. We moeten dan Charles of Karel zeggen. Ja. Ik vat ze even voor u samen. Dat is dus volgens dokter Leconte is het Jeroen. Ja. Volgens dokter Leconte is het Petra. En volgens Walter is het Karel. En wat denken Bert en Karin ervan? Jij denkt dat het Petra is, Ben? Ja, het lijkt zo ongelooflijk. Ja, dat je dat denkt het zou kunnen. Het zou kunnen. En jij denkt Karel. Daarmee. Ja, gewoon. Ben je er nog steeds? Ik ben er nog steeds, Kurt. Ja, en wat is het goede antwoord? Het goede antwoord was, ik liet me vroeger tussen mijn 10e en mijn 14e levensjaar Karel noemen. Alsjeblieft. Dat betekent Karel. Dat je scoort. Ben, wij zien je nog wel terug. Dank je wel. Graag gedaan. Zo is dat. Zo, en wij gaan voor onze laatste vraag, en dat is natuurlijk 7000 frank dat te verdienen valt, gaan we naar Camille Spiesjes. Ik zit momenteel in het huis van ons Saskia. Dat is mijn dochter. En ze heeft mij gevraagd dus om te komen babysitten. Als je moest commissies gaan doen. En ik doe dat, met plezier. Als je kinderen en kleinkinderen hebt, moet je ervoor zorgen. En Sven, het is een eerlijke kind. Heel gemakkelijk. Gemakkelijk in de omgang. Het slaapt veel. Het is een echte species. Het is een eerlijke kind. Ik hoor jij dat bekend hebt. Hoor je dat? Je kunt daar geen omgeving slaan. Kom, zo een keer. Wel, wat is dat hier meer? Wat is dat hier meer? Had ik geen wien? Zeg je verdrietig? Ik moet je niet verdrietig zijn. En ze moet geen verdrietig zijn. De kleine spiesjes die weet niet. De kleine spiesjes die weet niet eens. Die weet niet en die lijkt niet. Het is een beestje. En je beestje. En het is een klein beestje. En je hebt een klein beestje. Het is een klein beestje. Van spannen. Dit is Teddy Freddy. Nou ja, dit is een beestje. Hier zeg. En we zetten de kijkers in het spannen. Wat is een pipi? Wat is een pipi? Pikipoe! En dat is een zandto! Hé! Zijn ze bang? Ik denk, is het toch een klein wiskietje niet? Een klein wiskietje zijn die? Een klein spiesjeswiskietje zijn die? Ja, ze leek! Straks komt mama thuis, hè? Ja, spiesjes!
vraag is, wat is een weegscheet, dokter? Een weegscheetje is een koeslampje. Wacht, een koeslampje. Ah. Ja. Het is een koeslampje, dat wil zeggen, het is bedoeld voor een klein, teder, tenger, klein, een kindje dat je bijna niet durft vastnemen, zo licht is het. Het ligt op het tapijtje en het is weg. Zo, je kunt het bijna niet wegen, dus vederlicht. Zo klein, teer, dun, denk bijna van glas. Als je tegen het licht houdt, kun je erdoor kijken. Belachelijk, maar dat liever uit. Ja. Dokter, wat is een weegscheet? Je ziet dat de ex-broeders van de missies, Eustachius, mijn huidige tuinman, Camille Spiesens, dat hij er weer al helemaal naast is. Wat hij daar noemt, dat is een insect dat in de hagen leeft, waar tal van andere insecten leven en andere ongedierte, zoals muizen en rat, konijn enzovoort. Olifant. Walter. Oh, ja. Een weegscheetje, dat is eigenlijk het, wat men soms zegt, het korreltje zand dat in het oogje blijft hangen, dat het zandmannetje heeft uitgestrooid. En dat korreltje zand een beetje vuil wordt, dat noemt men een weegscheetje. Ah, zo. Ja. Het is dus volgens de dokter een broos kindje, volgens de dokter een insect en volgens Walter een strontje op het oog, zoals we dat dan heet. Bert en Karin, 1, 2 of 3. Wie gaat er naar de eindronde, wie speelt er mee voor 1 miljoen? Oh. En jij denkt, het is dat insect, Bert. Ik hoop het. Je hoopt het. Opnieuw. En jij denkt, het is een broos kindje. Ja. En wij gaan het vragen aan Spiesens. Wie gaat er naar de eindronde, Camille? Kijk. Je hebt een slontje in je oog. Ah, Berka. Vreselijk, allebei fout gehokt, maar dat betekent dat Karin naar de eindronde gaat. En ze glundert. En dat we afscheid nemen van Bert. Ja, Bert. Dit is de drie wijze ster voor jou. Ik ben voor u naar de knak geweest, dat doen we dit jaar ook weer heel de tijd. Hugo Claus schreef de mensen hiernaast, heel mooi. Erik Verpalen, Olivetti 82 en Erik de Kuiper, Bruxelles, Here I Come. En een applaus dames en heren voor Bert. Dank u. En dit, lieve Karin, is de enveloppe. Ik zet hem hier en je hebt 11.000 frank, die heb je, maar het kunnen er 1 miljoen 11.000 worden. Let goed op, hier komt het eerste verhaal van dokter Leconte. Je moet ik even nadenken hoor, want het is al ondertussen een tijdje geleden. Ik denk vorig jaar, de zevende vraag in die wijze was nog altijd de topper. Ja, dat was de Leconte vraag, waarbij ik verschillende vreemde voorwerpen toonde. Nu, op een gegeven moment moest ik voor een vreemd voorwerp een patiënt onderzoeken. En er was een meisje, dat was een heel mooi meisje, was, en dat stond achter een paravent. En ik luisterde die af, die paravent, was, en op een gegeven moment werd dat een stukje uitgezonden op de televisie. En de dag nadien, ik moet er nog bij vertellen dat wanneer ik het meisje onderzocht had, ik een stethoscoop uit mijn oren trok en zo eventjes over het paravantje keek, was, of alles nog aan zat. Ja, en ik kreeg een telefoontje. De dag nadien van, je kunt het niet raden, van een zekere dokter Leconte, die zich uitgaat voor de echte, Larry Cook natuurlijk. En die zei van, je zorgt ervoor dat dat nooit meer gebeurt, dat je nooit meer over de paravent kijkt. Wat is er gebeurd? Is dat waar of is dat niet waar? Karen, het verhaal van Chris dokter Van den Durp. Niet waar. Je denkt dat het niet waar is. Dokter Leconte. Ja, alsjeblieft. Ja, of morgen. Het gaat over een jong, mooi, slank meisje. Bij de band toe. Tussen de 14 en de 17 jaar. Die jonge meisjes zijn moeilijk te schatten qua van leeftijd. En ik had daar een hospitaal, zoals ik gezegd heb, voor 50.000 mensen die ik niet verzorgd heb, maar waarvoor ik wel verantwoordelijk was. Plus daarbij 6 dispensaria die ik alle weken moest gaan bezoeken. En op een goede keer kwam ik in het dispensarium terecht
waar een meisje zo stijf als een plank lag. Oei! En ze werd opgepakt door één verpleger langs de, op haar, aan haar hoofd, andere verpleger aan de voeten, en ze bleef zo stijf als een plank. Ook als ik op haar buik in duwen zou komen, iemand anders zou ineen zakken, maar ze bleef zo stijf als een plank. Dus ik zei, dat kind heeft tetanus, zei ik tegen de hoofdverpleger, er is niks aan te doen, en die hoofdverpleger drong aan, pak dat kind mee naar het hospitaal om ze te verzorgen, dat zal ze genezen. Maar ik zei maar jongen, toch, tetanus is niet te genezen, niet in Amerika, niet in Europa, en in Afrika waarschijnlijk ook niet. Het is totaal onmogelijk. Wat hebben ze dan gedaan? De familie die mij horen spreken had in het Kikongo tegen die verpleger, dacht dus blijkbaar kan de geneeskunde van de blanken er niks aan doen. We gaan bij de tovenaar van ons dorp gaan. En die tovenaar was een goede vriend van mij, ik kwam daar heel goed mee overeen. Ik heb trouwens veel fetischen en goden enzovoort van hem gekregen. Die tovenaar is in het bos gegaan, heeft nagemaakte goden, spijkerholen, zoals alleen in Mayombe gemaakt worden waar in Mayombe. Ik was. Ja. En is in het bos met zijn machette gaan twijgjes afkappen en stukjes takken en blaren rapen enzovoorts en al die veiligheid. En heeft daar een thee van gemaakt en heeft dat meisje 3 dagen achterin laten drinken. En de week nadien ging ik terug. Ja. Ik ga rustig verder, dokter. De week nadien ging ik terug naar mijn dispensair, hetzelfde dispensair natuurlijk. En wie kwam me huppelend op het baantje tegen? Miss België. Een meisje. Ze was genezen. Ze was genezen. Eén en tegen. Van tetanus. Door die thee, van die tetanus, ja. Was ze genezen. Door een andere tovenaar, niet door jou. Juist, door een andere Munganga. Karen. Een andere tovenaar. Is dat waar of is dat niet waar? Oh. Dat is nogal een kerel, hè? Ja. Allee, dat zijn nogal kerels, hè? Niet waar. Je denkt dat het niet waar is. Walter. Een jaar of 3 geleden, ik had de echte dokter Leconte nog nooit gezien, niet op tv en ook nog nooit ontmoet. Nee, en, dat kan toch niet? En ik kende... ik kende wel de figuur, dokter Leconte, van Chris van den Druppel, maar van op de televisie uiteraard, zoals wij het... hier bij die wijze kunnen zien. Ja, maar op een bepaald moment. Op een bepaald moment zegt Chris tegen mij: wij hebben volgende week opname. We gaan de Lecontes opnemen voor de drie wijzen. We doen er in Knokken. Ik zeg: ah, ik moet ook in Knokken zijn. Dat zou ik wel eens een keer willen meemaken. Ik had er nog nooit niet meegemaakt, zo'n opname van Lecontes. En ik zeg, toevallig zitten we in het huis van dokter Lecontes. We gaan daar opnemen. Kom naar daar. Hij geeft mij het adres. We spreken een uur af. Ik kom daaraan. Ik bel. En er doet een dokter Leconte open. Maar nu moet je weten, ik had dus de echte nog nooit niet gezien. Nu was de Leconte die open deed, was Chris van den Durpel. Maar het kostte mij toch wel bijna een minuut voor ik doorhad dat het Chris van den Durpel was en niet de echte Leconte. Is dat waar of is dat niet waar, Karen? dat is niet moeilijk, gemakkelijk, maar het is voor 1 miljoen. Ja. Ja. 11.000 frank is ook al mooi, hè, Karen? Ja. Ja. 1 miljoen is beter. Ja. Ja. Waar. Je denkt dat het waar is. Ja. Ik ga de envelop nemen. En we gaan even samen kijken. Karin, ik ga jou nu al het goede nieuws melden. Ja. Jij mag kiezen. Ja, nee, je mag, als het mag zo kiezen. Begint. Welke wil je? Dokter Leconte, dokter Chris? Dokter Chris. Je wil Chris. Chris, was jouw verhaal waar of niet waar? Mijn verhaal was waar. Inderdaad, de dokter heeft de dag erop gebeld. Dokter, was jouw verhaal waar of niet waar? Ja. De tetanus werd genezen, dus het was ook een waar verhaal. Oh, 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 oh. En toen Walter daar naartoe ging, is dat verhaal gebeurd, Walter? Nee. Nee, dat is niet gebeurd. Maar trek het je niet aan, lieve Karin, want hier is de drie wijze ster. 11.000 franken, schitterend applaus en 3 zoenen! Oh, oh, oh. Zo is het natuurlijk minder erg. Als alles fout wordt gehokt, dan hoef je je niet te schamen, Karin. En volgende week starten wij terug met 1 miljoen frank in de kas. En u kijkt toch ook. Tot volgende week, dames en heren.